We zijn hier bij het Radboud UMC in Nijmegen. Daar is om 11:50 een grote brand uitgebroken. De melding is bij ons binnengekomen middels het automatisch brandalarm van het ziekenhuis. Bij aankomst van de brandweer is inderdaad geconstateerd dat er een rookontwikkeling aanwezig was. De BHV-organisatie van het ziekenhuis was toen al bezig met de ontruiming van het kelderniveau, min 1. Dat is een onderzoekslaboratorium voor orthopedie. Daar wordt gewerkt met radiologische materialen. De brandweer heeft inmiddels de brand onder controle. Er zijn geen slachtoffers gevallen, maar er is wel een evacuatie plaatsgevonden door de medewerkers. Nee, de oorzaak is voor ons voor brandweer op dit moment nog niet bekend. Wij hebben de brand in ieder geval geblust. En het Radboud UMC zal zelf een onderzoek doen naar de oorzaak van de brand. Wij hebben opgeschaald tot grote brand. Dat betekent dat er 3 tankautospuiten aanwezig waren met een hulpverleningsvoertuig. En er is ook nog een hoogwerker opgeroepen die heeft geholpen bij de ventilatie van het gebouw om de rook weer eruit te kunnen krijgen.